Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag zondag 3 juni. Ja, wij gaan zo meteen even naar de kapper. Ik ga sowieso weer wat anders ermee doen. Dus ik zou zeggen, kijk nog maar even goed hoe ik het nu heb. Ja, kijk nog maar even goed. En nou, dan gaan we eventjes naar de andere postwijk om even te kijken hoe Roderick die moet lopen weer voor aankomende weken. En ik zou zeggen, heel veel kijkplezier weer gewenst. Lekker kort, weg. Kijk. Zijn we daar weer? Ja, we zijn er weer. Keuze. Want eigenlijk hier ook een beetje aan de zijkant. Ja, en dan die bovenkant weer die zo kort? Ja, ja, gewoon lekker zo kort. Ja, gewoon lekker zo kort. Nou, dan ga ik ook de achterkant op creëren. Ja, top. Helemaal goed. Ik vind het prima. Maak er maar wat leuks van. Top. Nou, Rodi zit in de kapperstoel, maar ik film nou dus tegen het licht in. Dat is ook niet fijn, nee. Kijk. Rodi zit in de kapperstoel. Jij vindt me helemaal niks, hè? Nee. Het is wel goed voor je. Weer een beetje een lekker zomers kapseltje. Zo, we zijn even bij de kapper geweest. Hier dus. Roderick is ook eventjes bij de kapper geweest. Draai me mooi rond. Ik goed zo, grote jongen. Mag je me nou lekker zo overnemen? Dan ga ik ook even draaien. Hier ook pakken. Kan hier pakken. Ja. Lekker kort. Goed daar. Nou, toen waren we alweer thuis. En wat jullie zien, ik ben kort gewiekt. Ja. En nee, echt geen kleurtje. Nee, totaal niet. Het is gewoon nu mijn eigen haarkleur. Het is nu alweer 7:15 in de avond. Wat jullie wel kunnen zien. Kijk. Ja. Kijk. Ook leuk, kijk. Ja, Roderick is ook weer lekker kort, wat jullie ook weer hebben kunnen zien, want even kijken. Want ik heb dus ook een filmpje gemaakt met mijn telefoon, dus of ik die en die pleur ik wel even hierna. Maar dan kunnen jullie dat ook lekker zien, want die is ook weer lekker kort gewiekt, heerlijk. Ik ook, ik hou ervan. Maar gewoon weer even een andere Karin, ja. Het zal weer even wennen zijn, maar... Als jullie het eenmaal weten, dan komt het helemaal goed. Ja, ik zit nu een beetje aan het eten. Een restje van gisteren. En dan had ik nog heel wat in petto, maar ik zit eigenlijk wel vol. En dan zit ik lekker aan een appelsap. En ik ga vlogs in elkaar bouwen. En dan ben ik nog aan het bellen met meester Roderick. En ik ben aan het messenger. Ja, dus ik ben lekker druk bezig. Maar dat maakt helemaal niet uit. Geef het helemaal niet. En Lady ligt hier lekker bij. Kijk. Die ligt daar. En Lovely staat daar. Hé, hey, kleine meisje. Hi, ben jij mooi. Hi, meisje. Je wordt groot, hè? Oh, dankjewel. Kom dan. Kom. Zit er dan. Ja, je bent mooi. Je bent lief. Ja. En je bent ook nog... En ook nog eens een keertje schattig. Ja. Dat je dat maar even weet. I love you.
Nou, daar zijn we weer hoor. Ja, we zitten aan de nootjes. Lekker, hè? Ja. Waarom is het lekker? Er zit gewoon een lekkere smaak aan. Niet al te kruidig, heet en anderszins. En we hebben recentelijk gezien hoe die dingen gemaakt werden. Ja, dat klopt. En wat eigenlijk de origine is van die nootjes. Nou, vertel. Blijkt Indonesië te zijn, toch? Ja. Ja. Maar daar zijn ze al die jaren van, daar worden ze gewoon gegeten de hele dag door. En om het in Nederland een beetje populairder te maken, is het vanaf nootjes voor bij de borrel. En er zijn dus in diverse smaken, et cetera, allemaal ontwikkeld. En ja. de mildere nootjes, die knabbelen lekker weg. Ja. En het was een bijzonder interessant programma om te zien van oké, hoe zijn die nootjes nou tot staan gekomen. En ben ik dus in een keukentje ergens te zijn geweest. Twee dames die waren ermee begonnen. En erg interessant allemaal met hoe die nootjes... Behang? Plaksel? Ja, dus de coating, zeg maar, bestaat uit... Ja, kruiden dus, maar die moeten ergens op gelijmd worden op de pinda. En die lijm, dat is een zetmeel variant. Precies hetzelfde als behangplaksel. Dus eigenlijk zitten we nu behangplaksel te eten. Dat is lekker. Het is wat je lekker vindt. Nou goed, ik vind ze er niet minder op smaken. Maar behangplaksel aan zich, dat smaakt natuurlijk naar niks. Maar dit is een beetje op smaak gebracht met kruiden en dergelijke. Dus lekker. Ik neem hem op. Ja, en wij hebben net een heel goed gesprek gehad, ook dat nog. Omdat ik een bericht kreeg waar ik even niet mee wist om te gaan. Ja, ik wist het wel, maar ik wist even niet wat en wat ik op terug moest schrijven. Hè? Ja. Maar dat is nu opgelost, dus het is nu, daar ben ik blij mee. Alleen ik zit nu met ook andere dingen even in mijn kop van hoe ik dat even moet gaan oplossen. Maar ja, komt wel weer goed. En ik neem er ook nog maar even een. Is onwijs lekker. Ik zou zeggen kopen. En bij de Jumbo. Oh ja, ik ben trouwens ook heel erg benieuwd wat jullie van ons haar vinden. Wat jullie dus wel in de video hiervoor hebben kunnen zien. Die ik dus op heb genomen en met de telefoon. Anderen hebben hem al gezien. Ja. En we zitten dus nu ook eventjes naar een vlog te kijken. Service dog. Hondenijsjes. Ja, toen was ik weer wazig. Gezellig. Kijk. Hoi. Hi. Die gek is er ook nog. Hoe kom ik nou van hem af? Zeg het eens. Ik zou het niet weten. Niet. Lovely! Weet je. Hi. Hi. Hey. Lelijk. Hey. Ben je hier dan? Lovely, kom. Ben je dan? Kom. Kom dan. Kom. Kom. Kom dan. Kom. Lovely. Kom. Kom. Ja. Ja, kind. Kom hier. Ja, die is... ja, die is zwaar hoor. Kom meisje, en ik heb het zo. Doe even wat pauze. Zo. Er ligt iemand echt werkelijk op twee schoten. Nee, geen zin in? Hai! Ja, zeg maar, mama, ik heb het warm.
Ja, ga er maar vanaf, meisje. Timmer. Een lady en die maakt zich niet zo druk, hè, meid? Nee, het is een beetje donker, dus ja. Maar hier al ligt een gevaten. En dan sluiten wij ook gelijk bij deze onze vlog af. Het is nu alweer 11:15. We gaan zo de hondjes hun laatste ronde geven. Ja, zeer zeker. Toch? Ja. Lekker stukje lopen. Ja, even mijn kop legen. Maar ja, die is bijna ook leeg, toch? Zo te zien. Het is wel wat korter, ja. Het is wel zacht, eigenlijk. Ja, maar dan moet je hier gaan doen. Dat is lekker. Stekeltjes. Stekeltjes! Stekelvarken. Schokje. Ja, deze heb ik al gedaan. Maar... deze nog niet, want ik kreeg een heel raar berichtje. Maar oké. Dus die moet ik nog doen. Straks, vanavond, morgen, morgenochtend, denk ik zo. Moet ik even kijken. Ja, goed. Wapen. Precies. Dus, nee, maar wij sluiten dus bij deze onze vlog af. Dat zeggen we dan altijd. Een hele goede. Nee! Dat zeggen we niet altijd. Niet altijd, nee. Maar hoe sluiten wij altijd af? Ik dan. Jullie sluiten af met, dank voor het kijken. Ja. Doe een blauw duimpje omhoog. Of een roze duimpje, of een rood duimpje. En laat wat commentaar achter. Ja, want die krijgen ze altijd weer. Ze krijgen altijd een commentaartje terug. Dankjewel voor het commentaar. Of iets dergelijks. Ja. En, doe het belletje aan, want dan blijf je op de hoogte. Ja. Abonneer je op ons kanaal. Het is gratis. Leuk. Dus dan kom ik toch niet in beeld dan? Natuurlijk wel. Maar ja, belletje aan, blijf je op de hoogte. Abonneer je op ons kanaal, dan blijf je op de hoogte. Belletje aan, dan blijf je op de hoogte. Laat een commentaar achter, dan krijg je commentaar terug als er weer een nieuwe commentaar is. Heb je ook op de hoogte van het commentaar? En abonneren is gratis. Ja, en dan zouden we zeggen... heel veel kijkplezier. Dankjewel. En tot de volgende keer maar weer. Mazzel!